Hallo, ik ben Mona. Ik ben afgestudeerd als onderwijskundige aan de Universiteit Gent. En graag wil ik jullie wat meer vertellen over mijn richting, de richting die ik gevolgd heb aan de Universiteit van Gent, en dat is pedagogische wetenschappen. Hoe ben ik op die richting gekomen? Wel, ik heb altijd al een passie gehad voor kinderen, opvoeding, ook het onderwijs, hoe dat leerlingen leren, wat zit er daarachter. En het was eigenlijk mijn mama die ermee afkwam met de richting pedagogische wetenschappen. Die zei, Mona, dat gaat echt wel iets voor u zijn. En ik las de korte inhoud. Onderwijs, sociaal werk, met jonge gasten bezig zijn, met leerkrachten bezig zijn. En ik dacht, ja, dat is wel echt iets voor mij. En ik heb mij daar dan zo voor ingeschreven. Ik was ook op dat moment heel actief in speelpleinwerking in mijn dorp. En dat is ook iets dat mij over de streep heeft gehaald. En ik heb ook gemerkt dat veel van mijn medestudenten ook wel heel actief waren in jeugdbeweging, speelpleinwerking. Of toch heel graag bezig waren met jongeren. Voor pedagogische wetenschappen heb je dus eigenlijk geen vooropleiding nodig. Ik heb ook nooit een vak gehad in het middelbaar dat daar maar dichtbij aansluit. Ik heb Latijntalen gedaan, dus dat heeft daar niets mee te maken. Dus ja, ik eigenlijk ook, ja, zonder superveel te weten wat exact in ieder geval ben ik daarin gesprongen. Ik heb er nooit spijt van gehad, want het is een zalige richting. Welke vakken krijg je zo in het begin? Pedagogische wetenschappen is eigenlijk een algemeen. De bachelor start met een algemene inleiding. En naar de master toe moet je dan beslissen welke. Kan je kiezen uit drie verschillende afstudeerrichtingen voor je master, maar dan moet je nog niet onmiddellijk kiezen. En in het begin krijg je veel vakken die gemeenschappelijk zijn met de psychologie, met de sociologie, met de orthopedagogie, met sociaal werk. Dus je krijgt vakken zoals onderwijskunde, orthopedagogie. Dat betekent, orthopedagogie is als je werkt met mensen met een beperking, hoe werkt dat, hoe zit dat? Sociologie, sociaal werk, dat zijn vakken dat je krijgt. Je krijgt ook een stukje statistiek, omdat pedagogische wetenschap je ook wel wil voorbereiden op de academische wereld, op later ook onderzoek te doen in onderwijs, in sociaal werk enzovoort. Ik heb nog op een sit-inbeurs gestaan en dan kreeg ik heel veel vragen over die statistiek van, ja, ik hoor de statistiek in de psychologie en de pedagogie, dat is toch kei moeilijk. Ik heb maar zoveel uren wiskunde gedaan of ik heb totaal geen wiskunderichting gedaan in het middelbaar, ga ik dat wel kunnen. En ik kan u garanderen, als je genoeg inzet hebt, gaat dat zeker lukken. Je moet daar geen zotte vooropleiding voor gehad. Ik heb zelf maar 3 uur wiskunde gedaan. Geen wiskundeknobbel, absoluut niet. En dat is mij eigenlijk ook allemaal relatief vlot gelukt. Dus voor de statistiek moet je zeker geen schrik hebben. Maar dat hoort erbij, want ja, aan de UGent is natuurlijk voorbereiding op de academische wereld deels. Dus op onderzoek doen ook later. Theoretische neemt soms wat over op de praktische, dus zeker in het begin is dat heel theoretisch. En het praktische volgt later. Want in de pedagogische wetenschappen heb ik gemerkt, in vergelijking met andere richtingen, krijg je ook wel best veel groepswerken. En dat is heel leuk, want die groepswerken of die taken die je krijgt, zijn ook een eerste stap naar de praktijk toe. Dus door die oefeningen te doen met de theorie, leer je echt de praktijk kennen. Ga je naar scholen bijvoorbeeld, ga je naar mensen met een beperking, ga je daarmee praten. En zo leer je onmiddellijk heel veel bij over de wereld waar je mogelijk in terecht gaat komen met je job. Dus dat is die bachelor pedagogische wetenschappen. En na die bachelor, als je bachelor hebt gehaald, ga je eigenlijk een keuze moeten maken wat je afstudeerrichting is. En daarbij kan je kiezen uit orthopedagogie, dus werken met personen met een beperking, sociaal werk. En wat dat ik uiteindelijk heb gedaan, dat is onderwijskunde. Dus ik ben dan gestapt in de master onderwijskunde. En welke vakken krijg je daar dan? Dan krijg je heel specifiek gericht op onderwijs en beleid vakken zoals kleuteronderwijs, zorg in onderwijs, maar ook beleid, verschillende onderwijssystemen, hoe dat werkt, taaldidactiek, wiskundedidactiek. Ook heel veel groepswerken daarin. We hebben echt heel veel gewerkt met de praktijk zelf al. Naar leerkrachten geweest, naar school geweest. En die groepswerken kunnen heel uitdagend zijn, maar ook wel echt een meerwaarde, want je leert je de mensen kennen waarmee je studeert, je leert je doelgroep kennen enzovoort.
Dus wat kan ik zeggen, wat kan ik nog verder zeggen? In het begin heb je heel veel gelijkenissen met psychologie, orthopedologie. Dus als je het nog niet goed weet, ga je wel geleidelijk aan richting de keuze gaan waar je dan uiteindelijk tot komt. Ik vind het een heel boeiende richting met heel veel praktijk, ook wat gericht op onderzoek. Dat heeft ook gemaakt dat ik dan verder ben gaan doctoreren in de pedagogische wetenschappen. En waar kom je in terecht later? De mensen die ik nu ken die afgestudeerd zijn, komen in jobs terecht, zoals lerarenopleiding, lesgeven in de lerarenopleiding, CLB, beleid van de scouts, beleid van de Giro, van de jeugdbeweging. Ik werk nu zelf, ik heb eerst gedoctoreerd en nu werk ik in een VZW die zich inzet op motivatie in TSO en BSO, motivatie bij leerlingen. Superleuk, kan het zeker aanraden. Qua slaagpercentage pedagogie weet ik niet, maar we starten met een heel klein groepje en er zijn wel velen die verder gaan, dus het is niet zo dat je met een hele grote groep starten dat er dan echt wel afvallen is. Nee, het is echt zo dat we met een klein groepje starten en dat blijft ook later. De vakken zijn meestal wel zo in kleinere groepjes, vandaar ook de vele groepswerken. Dus ja, dat was mijn richting in de notendop en jullie mogen mij altijd contacteren als er nog vragen zijn.